Ja, lieve mensen, even een berichtje van Jut en van mij. Ja, want het gaat over al die berichten, al die horrorverhalen en al die leugens die we de laatste tijd lezen over onszelf in de media, maar ook op allerlei platforms online. En ja, dat moet eigenlijk gewoon stoppen. Dat is eigenlijk wat we willen zeggen, toch? Ja, dat moet stoppen. Want, dat moet stoppen. Ja, dat moet stoppen. Want dat zijn gewoon allemaal leugens. En vooral ook wat er allemaal wordt beweerd de laatste tijd. Vooral nadat we een beetje rustiger waren geworden. Hè? We hebben even wat rust genomen. Ja. En dan lezen we al die berichten ook over onze hond Pep. En dat we Pep niet goed zouden behandelen. En het niet, we zorgen natuurlijk altijd voor de veiligheid van ja. Pep. Ja, Pep staat voorop. Dus dat moeten jullie in ieder geval niet vergeten. Nou, dan wil ik ja. toch even iets zeggen. Jut wil even iets zeggen. Het baasje ja. van mijn hond, ja. onze Pep, ja. die is gewoon ontzettend lief voor haar. En die zou haar nooit kwaad doen. Nee, niet. Kijk. Schat? Ja. Ach. En wat er over die bewuste avond wordt verteld, allemaal beweerd, dat zijn echt allemaal leugens. Want kijk, ja, er wordt gezegd van jullie hebben tegen elkaar geschreeuwd. Dat hebben we helemaal niet gedaan. Nee, echt niet. Wij schreeuwen niet tegen elkaar. Wij schreeuwen nooit tegen elkaar. Ik geef gewoon een beuk. Ja, ik geef gewoon een knal voor de kop. Maar wat iedereen nou zegt, jullie hebben er ook bij geschreeuwd. Nee, en dat hebben we gelukkig ook niet gedaan, want we hebben een voorbeeldfunctie. Maar we geven wel gewoon af en toe gewoon even een knal, natuurlijk. Maar ik ben echt niet naar de politie gegaan. Oh, kijk. Ik ben niet naar de politie gegaan. Dat is dus ook een leugen, hè? Ja. Want iedereen beweert nou van, ja, Jut is naar de politie gegaan. In elk normaal gezin, dan gebeurt dat gewoon af en toe even. Gewoon, je geeft elkaar gewoon even een goede beuk. Weet je wel, ja, dat is toch vrij normaal. Maar wij hebben absoluut niet geschreeuwd. Nee. Is dat? Nee. Echt niet. Nou, dat wil ik maar even gezegd hebben. En in de rust van dit moment komen wij gewoon weer, ja, als gezin bij elkaar. Dat is zo, schat. Ja. Ik wil daar wel iets op zeggen. Ik wil zeggen dat zowel ik als Pep echt heel veel van je houden. Oh. Echt heel veel. En dat we nooit naar de politie zouden gaan. En dat ik ook echt nooit zou schreeuwen tegen je. Zie je? Nooit niet, nee. Niet naar de politie geweest. Nee. En schreeuwen ook niet. Dus ja, jullie horen het. Dus ik wil eigenlijk, willen we aan iedereen vragen. Ja, laat ons verder met rust. Bemoei je gewoon even met iets anders. Laat ons even gaan. En wij komen hier als gezin, komen we hier gewoon weer sterker uit.